In en om Oldebroek zijn verschillende monumenten opgericht. Ze doen ons de slachtoffers van de oorlog niet vergeten. Elk monument staat voor een eigen groep gesneuvelden. Wij gingen op zoek naar een aantal van deze monumenten. In het najaar van 1944 besloot het Duitse bezettingsleger de IJssellinie aan te leggen, een verdedigingswerk langs de IJssel. Ondanks de mislukte luchtlandingsaanval bij Arnhem in september was het de geallieerden toch gelukt de Duitsers in de Nederlandse bezette gebieden onder grote druk te zetten. De Duitsers verwachten de aanval niet meer vanuit het zuiden over de Veluwe, maar vanuit Overijssel. Een van de maatregelen hiertegen was de aanleg van de IJssellinie. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de Weermacht. Bij de bouw wilden de Duitsers gebruik maken van dwangarbeid door Nederlanders, die hiervoor door de bezetter opgepakt waren met het brute middel van de razzia. Dick Plomp herinnert zich hierover het volgende. Na de Vreeweg werd de tocht vervolgd naar het Loo, langs de grafkelder, over de Heidegraaf naar Wezep. Vanaf Wezep ging het verder over de Zuiderzeestraatweg richting Zwolle. Toen bleek het gebied bij de IJssel de eindbestemming te zijn. Dick kwam terecht bij het kleine veer bij Hattem, waar ze, ook weer groepsgewijs, wat rust kregen en mochten zitten. Ze werden hier voorzien van brood en soep. Er werd zelfs schnaps uitgedeeld en advocaat, wat mogelijk bedoeld was als middel tegen de kou. De IJssellinie zou voor een belangrijk deel bestaan uit loopgraven. Met door de organisatie beschikbaar gestelde spades moesten we schuttersputjes graven. Deelnemers zoals Henk en Piet Kanes namen de schoppen later mee naar huis. De razzia voor het verkrijgen van manschappen voor de IJssellinie was ook een smoes om de verdachte adressen uitgebreid te kunnen onderzoeken. Zo gebeurde het ook dat ze bij Hendrikje Blauw Vlier kwamen. Zij had op haar boerderij het Joodse echtpaar Fred en Esther Schnell ondergedoken zitten. De Duitsers wisten precies waar ze zijn moesten. Ze waren duidelijk verraden. Jan, de zoon van Hendrikje, moest de gevangenen met paard en wagen naar Zwolle brengen. Kleinzoon Rijk vertelt hierover het volgende. Er was die razzia in 1944 en toen de Joden meegenomen en nog een knecht die dat Duitser was. Die wou echt niet werken voor de Duitsers. En die is meenomen naar het Engelse werk en daar ben ze doodgeschoten. En dat heeft mijn vader ook gedaan. En met paard, maar mijn vader is na een paar dagen later nog weer gekomen. Maar nat heeft de paard nog weer gekregen. En die vader van die koster die hier dan woonde, die Gijsjan, die heeft dat paard nat zit in de voskullen door zo in Wezep nog weer zien lopen. En die heeft dat ook nog weer meegebracht. Dit monument in het Engelse werk is er ter nagedachtenis van onder andere het Joodse echtpaar en de knecht die bij de razzia gevangen zijn genomen en die hier door de SS zijn doodgeschoten. Men moest hun eigen graf graven, waarna ze 2-2 in de kuil doodgeschoten werden. Maanden later vonden andere Duitsers deze graven, waarbij ze besloten de stoffelijke resten over te brengen naar een plaats vlak bij Westerbork. Na de oorlog hebben de slachtoffers een herbegrafenis gekregen in hun plaats van herkomst. Doordat de SS hier met de razzia bezig was voor de IJssellinie, ontdekten ze hier in winkeldorp Roelof Schra, een onderduiker uit Zwartsluis die bij een boer, Egbert Kracht, ondergedoken zat omdat hij uit Duitsland was gevlucht waar hij moest werken voor de Duitsers. Hij had regelmatig contact met zijn oom, die onderwijzer was aan de gereformeerde school in Oldebroek. Die was in het bezit van het verzetsblad Strijdend Nederland. Op 10 oktober 1944 nam hij een aantal exemplaren ervan mee om in Winkeldorp uit te delen. Daar werd hij door Hendrik van het Veen, die hij een exemplaar gaf, gewaarschuwd dat er een razzia aan de gang was. Roelof nam het nogal laconiek op en verstopte het laatste blad in zijn kous en liep naar zijn onderduikadres, waar hij ontdekt werd door de SS. Hij vertelde ze dat hij bij familie Kracht woonde. Daar aangekomen ontdekte de SS in de binnenzak van een jasje van Roelof een document of een foto die te maken had met zijn werk in Duitsland. Vermoedelijk daarom werd hij even later achter het huis met een nekschot gedood, waar hij moest blijven liggen om als afschrikking te dienen. Dit monument, vlak bij de IJsselbrug, is een burgermonument. Op 10 april 1945
werd hier in het Katerveer te Hattem een ware slagpartij aangericht door de SS-nazitroepen onder bevel van SS-Hauptmannsturmführer Josef Rauch. Alles begon in de voormiddag van 10 april 1945. De geallieerde troepen, met aan de spits het Belgian SAS-regiment, naderden de omgeving van Zwolle en de Duitse SS vernietigde alle voor hen bezwarende bewijzen. In de late namiddag werden door zwaar beschonken SS'ers de gevangenen uitgelood. Die waren opgesloten in het huis van bewaring in Zwolle en die moesten verdwijnen. Bij de naamafroeping werd door middel van de duim omhoog of omlaag beslist over het leven van deze gevangenen. In de avondschemering werden 10 gevangenen afgevoerd naar het Katerveer en langs de boorden van de IJssel afgemaakt door een SS-vuurpeloton. Hun stoffelijk overschot werd gedumpt in de IJssel. Eén van hen kreeg een schamschot en kon via het water ontkomen. Onder de slachtoffers een Belgische SAS-parachutist Raymond Holvoet. Zijn lijk spoelde een tiental dagen later aan in Wilsum. De SS-moordenaars, aangevoerd door Josef Rauch, werden allen 2 dagen later door de Britten opgepakt en in Amsterdam verhoord en gevangen gehouden. In Oosterwolde staat sinds 2010 bij de basisschool een bijzonder monument. Het is een beeld van de vallende V1 die in 1945 vlak bij Oosterwolde neerkwam. Henk Dikhoff weet nog goed wat er toen gebeurde. In de tijd toen de school gebouwd werd, hebben ze van de Oranje Commissie wilden graag een monument van de V1 die hier toen in de buurt is neergestort. Ik kijk hier over het land heen, ongeveer 70 meter. Ik weet er zelf van, ik heb het gezien dat hij hier neerviel. Ik stond thuis op de boerderij. Ik woon hier 1,5 kilometer vandaan in de polder. Konden we zo op Oosterwolde kijken. En ik zag in de verte, toen ik aan het spelen was thuis, een vliegtuig naderen. Dat was een bijzonder vliegtuig, want het had een heel raar geluid. En het had een hele grote vlam achter de staart. Toen ging ik naar mijn moeder toe en dan zei ik, nou, dit is iets aparts, want er komt een vliegtuig hier de baan. En meteen dat zij het zag, kwam dat ding met grote vuur achter de staart recht op ons af. En we maakten ons erg angstig, maar het maakte op een gegeven moment een grote draai. En het kwam op het dorp Oosterwolde aan. En meteen dat we naar binnen gingen, zag ik het de V1 neerstorten. Ik zag een grote wolk van modder omhoog komen. Zelfs boven de kerktoren uit, van waar wij stonden te kijken. En ik hoorde niet eens de knal. Maar op het moment dat we naar binnen gingen en de deur dicht trokken, kwam ook de knal. En even later gingen we op Oosterwolde aan om te kijken wat er aan de hand was. En we kwamen hier langs de huizen heen. Daar woonde de familie van ons. Ik weet dat daar de gordijnen buiten de ramen waaiden, want alle glas was daar stuk. Overal, tenminste in Oosterwolde, veel glaswerk is erbij stuk gegaan. En we vonden het heel gek, want ik had bijna van de knal niks gehoord. Maar het schijnt hier een goede knal geweest te zijn, want anders was glas niet allemaal stuk geweest. Het was toen, ja, het was op een haar na Oosterwolde gemis. En dat is, mogen we heel dankbaar voor zijn dat het niet gebeurd is. Want het zou een enorme ramp geweest zijn als die op het dorp gevallen was. Hier zijn we bij de eerste zoek in Oosterwolde. En hier is eigenlijk een vliegtuig. Van de familie Blauw is ermee verbonden. Dat is hier even in noodlanding gemaakt. Ik heb het gezien, een vliegtuig kwam recht naar beneden. En ik dacht in eerste instantie dat hij neerstortte. Maar het blijkt later dat het de procedure is voor noodlanding. Dan gaan de vliegtuigen recht naar beneden en vlak voor de grond trekken ze op. Dan houden ze namelijk lift om te landen. Want ze moeten gang hebben, want dan starten ze naar beneden. Dat is hier ook met dit vliegtuig gebeurd. Het heeft een geslaagde noodlanding gemaakt. En de piloot is eigenlijk overleefd. En die hebben ze eigenlijk verborgen. Maar ik weet dat het verborgen is op Taramitten, noemen wij dat in Oosterwolde. Maar op die plek stond een schuur voor werktuigen. En in die schuur hebben ze die piloot verborgen. En die is daar later weggehaald als boer zijnde op een fiets met overal aan. De familie Blauw. Dat is eigenlijk zo dat een zoon heeft die parachute uit het vliegtuig gehaald en die heeft het verborgen thuis. En de Duitsers hebben later thuis die parachute gevonden en vader Blauw heeft daar verantwoording voor genomen. Die is toen gevangen genomen en afgevoerd.
En die is later met Rauter, hebben de Duitsers represaillemaatregelen genomen, de naam van Rauter. Er zijn 100 Nederlanders of 110 gefusilleerd bij Woesterhoeve. En daar was meneer Blauw ook bij. Waarom willen we het zien? 70 jaar gaan we straks op 4 en 5 mei weer denken aan de bevrijding, aan de capitulatie. Ja, waarom gaan we dat weer beleven? Dat doen we. We willen niet vergeten uit respect. We willen herdenken als waarschuwing. En we willen ons realiseren als taak voor de toekomst. Thank you.